We zijn hier bij Kaak in Terborg, bijna in Duitsland kan ik wel zeggen. En Kaak is een heel innovatief bedrijf, familiebedrijf, zit hier al heel lang. Zij maken eigenlijk bakkerijproductieoplossingen. Dus zij maken alle machines die erbij komen kijken om industrieel brood te bakken en broodproducten. En zij doen dat als bedrijf heel veel met leerlingen, met leerlingen die dus ook op de werkvloer bijleren. Ik ben hier begonnen in 2017 als grondstudent. Ik begon met stage lopen in 3D-printen. Vervolgens ben ik op zaterdag gekomen werken, op vakantie. En dat viel me eigenlijk zo goed dat ik de opleiding opgezet naar de BBL-opleiding. Jullie staan er ook bekend om dat je veel doet met beroepsbegeleid leren. We zien op de achtergrond Job, een van jullie BBL-studenten die druk aan het lassen is. Kan je iets vertellen over de keuze die jullie hebben gemaakt om met BBL-studenten te werken? Het vinden van technisch personeel is natuurlijk een grote uitdaging. Hè? Vooral hier in de Achterhoek waar je toch te maken hebt met een begrip van de regio. Zij hebben al heel veel jaren gestuurd op het aannemen van BBL'ers. Zorgen dat we studenten op tijd binnenhalen, dus opleiden voor het werk dat we nodig hebben om op die manier nieuw personeel binnen te krijgen. Komt de leerling binnen, ja. Maar die zorgt ook meteen voor een frisse wind. Ja. Dus een groep mensen zeg maar, die dagelijks met elkaar werken, ja, die zijn een beetje ingebakken, ja, een beetje vastgegroeid. Ja. Komt een frisse jongen tussen, zeg maar, een frisse idee, een frisse humor, eigen karakter, zeg maar, klopt alles leuk op. Je zei al, hè, om genoeg personeel daarvoor te vinden, moet je het ook zelf opleiden. Hoeveel studenten, hoeveel leerlingen hebben jullie hier gemiddeld rondlopen? Afgelopen schooljaar hebben we 8 leerlingen een opleiding achtergerond. Yes. We zijn nu ook al een uur aan de slag. Daarnaast hebben we op dit moment 4 BBL-leerlingen nu lopen die ook alle opleidingen volgen. Fijn dat jullie de tijd hebben genomen om in deze week van het NKI ons toch even een beetje te introduceren in het werk wat jullie doen.